Beste mensen, dit is een brief met de statuten. Die gaat naar een bepaalde stichting. Mocht mij iets overkomen, wil ik dat de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid alsnog wordt opgericht. En dat eventueel mijn erfenis of mijn vergoedingen die ik krijg voor schadevergoeding of mijn bankrekening saldo daarvoor wordt gebruikt onder meer. Dit is dus een noodenvelop. Mocht wat mij overkomen, dan wil ik dat de vereniging zich wordt aangemeld bij de kiesraad. En dat dus een nieuwe politieke organisatie komt. Daarvoor heb ik instructies al gegeven. Via diverse wijze. Ik wil even terug naar deze brief. Deze brief heb ik gehad van de kiesraad. En dit is gewoon te schandalig voor woorden. Daarbij wordt dus gewoon aangegeven dat er geen wettelijke basis is. Is om deze stukken 82 keer. Het zijn er 82 of 75 in ieder geval. Aan de leden van de kiesraad en de Eerste Kamer, nieuwe leden, te geven. En hebben ze gewoon teruggestuurd. Dat is niet te geloven, dit. Dan begin ik toch ernstig te twijfelen of Nederland wel een democratie is, laat staan de rechtsstaat. Als je dit dus gewoon terugkrijgt van de kiesraad. Ik heb dit dus gegeven aan de kiesraad, secretaris, om te overleggen aan de nieuwe 75 Eerste Kamerleden. En ze sturen dit dus gewoon terug. Onder valse voorwenselen. En daarom ga ik dus nu een nieuwe politieke partij oprichten, of organisatie, beter gezegd, vereniging. En de statuten zitten onder meer in deze enveloppe en die gaan naar een bepaald adres. Mocht er maar iets overkomen, kunnen ze alsnog de vereniging gewoon oprichten. Dit is even een kort filmpje over hoe schandalig het eigenlijk in Nederland toch wel is. In ieder geval ongelijkwaardig en ook, het komt ook al ondemocratisch op mij over.